Want met hoeveel spanning heb je in die slotfase op de bank gezeten? Nou, op zich viel het wel mee. Ik heb niet het idee, zeg maar, dat we deze wedstrijd gingen weggeven. Maar ja, ze willen uiteindelijk toch nog een aantal keer dreigen met dode speelmomenten. En dan is het, dat kan je nog zo goed voorbereiden. Alleen ja, op dat moment moet je dat wel gewoon doen. Dan moet je scherp zijn. En ja, dat kan je niet beïnvloeden vanaf de zijkant. Ik heb inmiddels wel een klein beetje geleerd om dat dan los te laten. En, dus op zich viel het mee. Ja, je hoopt dat je dan vanuit de omschakeling die 2-0 nog kan maken. Ja, dat hebben we een aantal keer niet goed genoeg uitgespeeld. Nee, want zoveel ruimte, zoveel kansen en dan ja, 1-0 maar. Ja, ik ben heel blij dat we dit gesprek hebben, hè, dat je dan toch wint. Het was vorig jaar vaak anders, zeker in deze fase van het seizoen. Aan de ene kant is het denk ik een verdienste dat je met zoveel ruimte komt te voetballen en dat je continu de bal hebt en tot zoveel kansen komt en eigenlijk bijna niets weggeeft. Alleen ja, je moet jezelf wel gaan belonen en ik denk in de eindfase moeten we dat gewoon een aantal keer beter uitspelen. Dus ja, daar zijn we wel heel kritisch op. Ja, wat wist je vooraf van Renswoude? Vorige week hebben ze niet gespeeld. Er is geen historie wat betreft Nunspeet, Renswoude of andersom. Je wist eigenlijk heel weinig van deze ploeg, hè? Ja, dat klopt. We hebben wel een beetje gekeken. Ze hebben vorig jaar in de na-competitie tegen Heerde gespeeld. Nou, we hebben wel wat mensen die uit Heerde komen. Dachten van, nou moeten we dat dan die gaan benaderen. Maar ja, dat is ook weer een paar maanden geleden. Er komen vaak nieuwe mensen. Ja, wat haal je daar dan uit? Een heel andere strijd. Ze speelden toen om promotie. Dus ja, voor mij, hoe ik naar voetbal kijk, is daar dan niet zo heel veel uit te halen. Wel delen ze af en toe wat beelden op Twitter. Dus we hadden wat dode spelmomenten gezien. Die zagen we vandaag wel terug. Dus ik denk dat dat helpend is geweest. En ze hebben afgelopen dinsdag tegen DVS 123 gespeeld. Dus daar hebben we wel wat informatie bij weg kunnen halen. Ja, uiteindelijk denk ik dat het verschil tussen Renswoude en Nunspeet zo groot is dat we dat vanuit ons eigen veldspel gewoon veel eerder moeten drukken in doelpunten. En daar ben ik niet blij mee. Nee, het was absoluut de bovenliggende partij de eerste helft. Ja, en in de tweede helft denk ik dat we nog steeds de meest dreigende ploeg waren. Alleen ik vind dat we hen te veel in de wedstrijd hebben gelaten. En dat is misschien ook de verdienste van Renswoude. Ja, spelers wisten elkaar ook weer goed te vinden. Hè? Draganovic en Bansen en aan de andere kant Jonathan met Kekli Koglu. Ja, die eerste ben ik zeker met je eens. En de samenwerking NS-Jonathan heb ik onvoldoende gezien vandaag. Oké, dat had je meer van willen zien? Ja, zeker. Jonathan is een jongen die vreselijk goed is in de 1 tegen 1. En elke keer als hij daar kwam, dan is hij dreigend. En als het dan een keer niet goed gaat, vind ik helemaal niet erg. Het is een creatieve jongen, dus we proberen alleen maar te stimuleren, want is hij heel vaak beslissend. Hij is ook wel heel vaak vanaf de linkerkant gekomen. Ja, dan is de samenwerking met een rechter wingback, die samenwerking die normaal zo goed verloopt, die is dan wel heel erg lastig. Dus ik vond dat we te weinig op rechts dreigend zijn geweest vandaag. Ja, je noemde het al, die wingbacks, 5 man in de verdediging en dan de buitenspelers opkomend. Is dat iets waar je absoluut voordeel uit wil gaan halen? Het verdedigen vind ik dat we maar zelden met 5 staan. Omdat we gewoon heel vaak overal 1-op-1 staan. Dus het is een vrij aanvallende variant, zeg maar, in het verdedigen vind ik. In het laag verdedigen komt het niet zo heel vaak voor dat we echt met 5 achterop staan. Ik vind vooral, zeg maar, onze wingbacks, dat hebben veel aanvallende kwaliteit. Dus zowel Enes als op links als Marijn. En creatieve gasten die ook heel veel drijf naar voren hebben. En Noah Mulder die komt daar dan in. Ja, dat is een type die heel vast is aan de bal. Dus dan kan je juist een overtal maken in het middenveld. Dus we hebben veel verschillende type spelers daarin. En echte ouderwetse backs hebben we niet. En dan probeer je creatief te zijn. Van, hoe kan je het spelletje wat wij heel graag spelen, hoe kan je dat dan toch voor elkaar krijgen? En de samenwerking die jij benoemd, hè, dus op links hebben we dat met Marijn en Joep. En op rechts zouden we dat dan de eerste helft met Assen en Ennis moeten kunnen doen. De tweede helft met Joep en Ennis. En daar hoop je dan op dat je daar veel van ziet. En de eerste helft hebben we dat op links zeker wel gezien. En op rechts te weinig. En de tweede helft viel dat ook op links een beetje tegen. Ja, dan heb je die centrale verdediger, Dennis van der Wal. Maar die moet je al missen na 19 minuten. Ja, Dennis is wat ouder.
En, die speelde twee weken terug zijn eerste 90 minuten in anderhalf jaar tijd zo'n beetje. Nou ja, vorige week hield hij het eigenlijk een behoorlijk lang vol op gewoon gras. Maar ja, dus als je wat ouder bent, is dat toch, ja, duurt dat even wat langer voordat zo'n lichaam zich aanpast. Dus hij had wel wat lichte hamstringklachten. Deze week is dat eigenlijk best goed gegaan binnen de trainingen. Ja, wel over nagedacht van gaan we dan iemand anders daar op die positie zetten. Maar hij brengt zoveel organiserend vermogen. Ja, we geven gewoon op het moment heel weinig weg. En ja, dat was vorig jaar, zeker in de beginfase van het seizoen, nog wel eens lastig. Dus het is een belangrijke kracht. En ik denk de kracht van deze selectie is dat we, nou ja, welke positie we ook mensen gaan missen, dat we daar ja, andere type spelers in kunnen brengen, zeg maar, die nog steeds een heel goed niveau halen. En ja, nu komt Ruben Kappers daar in de ploeg. Ja, die speelt gewoon een fantastische wedstrijd en eigenlijk een hele goede voorbereiding ook. Dus ja, alleen maar mooi dat je op deze leeftijd je zo kan onderscheiden. Ja, dat heeft hij absoluut gedaan daar zo. Ja, Ruben is, kijk, dat is een jongen die zit al 2 jaar bij de selectie. Vorig jaar bijna alles in tweede gespeeld en ook wel eens zorgen gemaakt over zijn ontwikkeling. Maar hij is altijd positief, altijd blijven gaan, hard blijven werken. En ja, ik denk dat het daarmee een voorbeeld is voor heel veel anderen. Dus ja, ik ben alleen maar hartstikke trots op Ruben hoe hij dat invult. En gewoon echt een belangrijk wapen geworden voor deze selectie. Terecht. We hadden het net over de leeftijd van Dennis van der Wal. Een man die 2 jaar jonger is, Adi Draganovic. Hij maakt een schitterende goal vanmiddag. Ja, het was niet zijn eerste schitterende goal. Adi die heeft... Maar voor vanmiddag was hij wel heel belangrijk. Zeker. Ja, Adi, ja, uiteindelijk is het de enige, dus dat is super. Ja, Adi heeft gewoon hele bijzondere kwaliteiten. En ja, dat is voor ons genieten. En dat is voor de supporters genieten. Dat is voor medespelers genieten. Dus ik ben heel blij dat we hem hebben. En ja, dat hij af en toe zijn nukken heeft, is wel eens lastig. Voor alles en iedereen, dat begrijp ik. Alleen hij is heel erg belangrijk voor ons. Maar we hebben nu 2 competitiewedstrijden gehad. Even over Adi dan nog. Waar hij op zich redelijk rustig is in het veld. Ja, want daar heeft hij de vorig jaar ook heel veel van gespeeld. Alleen de laatste niet en die onthouden we. En ja, in de voetballerij, niet alleen in de voetballerij, op het moment dat dingen even wat minder gaan, dan onthouden we die heel graag. En ik zou geen verpersie na gaan doen. Maar ja, ook die kreeg ze gelijk in de derby van het Noorden. Hè, na een dikke afstraffing bij AZ. Ja, en datzelfde geldt voor Adi. Weet je, hij heeft vreselijk veel hele goede dingen gedaan. Alleen ja, op het moment dat het dan even wat minder gaat, dan onthouden we dat toch. En ja, dat doen we niet alleen in Nunspeet, maar in de hele maatschappij. En we kijken graag naar de dingen die niet zo goed gaan. En ik ben kritisch op de dingen die niet zo goed gaan. En we proberen daaraan aan te werken. Alleen hij doet ook heel veel dingen vreselijk goed. Niet alleen voor ons team, maar voor de hele club. En nou ja, die onthoud ik graag. En vandaag was het fantastisch. Nee, is terecht. Het was een fantastische goal. Maar ook als je kijkt hoe hij met passes strooit op links naar Joep Banser toe. Dat zagen we vorige week ook tegen Lunteren. Ja, dat klopt. Ja, die twee weten elkaar goed te vinden. Adi is een jongen die ziet kwaliteit ook van medespelers. En ja, als hij weet dat Joep graag in 1 tegen 1 komt, dan zet hij Joep gewoon, nou ja, bijna iedere keer in 1 tegen 1. En joh, ga dan maar op je mel, maar blijven doen. En ja, Adi is voor juist een jongen als Joep, die best een twijfelaar kan zijn, is hij vreselijk belangrijk. En ja, Joep heeft een fantastische pot ook gespeeld, mede door Adi. Ja, nou mooi ook dat ze elkaar zo goed kunnen vinden. Werden 6 uit 2. Ja, het is een goed begin. En ja, zal een volgende vraag waarschijnlijk over een stand gaan. En dat gaat het in. Dat is nog iets te vroeg, denk ik. Ja, zeker. Ik heb vorig jaar ook steeds gezegd, hè, we kijken niet zo vroeg in het seizoen naar de stand. En ja, als je wedstrijden verliest, is dat heel makkelijk roepen als trainer en denk je aan het proces. Maar als je wedstrijden wint, blijf ik hetzelfde zeggen. Er komt nu een hele belangrijke periode aan, denk ik. Goede tegenstanders. En we moeten gewoon keihard blijven werken met waar we mee bezig zijn. Dus groep dicht bij elkaar blijven. Dan ben ik ervan overtuigd dat we heel veel wedstrijden kunnen gaan winnen dit jaar. Een man die vanmiddag ook weer gespeeld heeft, maar dan in het tweede. En dan weliswaar een minuut of 20. Dien van Ooyen. Komt hij weer aan? Ja, Dien heeft een zware blessure gehad. Dus een lange revalidatie. En hij traint al alweer wat weken mee. Nou, ja, uiteindelijk groen licht gekregen van de fysio. En ja, mag weer gaan opbouwen. En ja, het tweede had vandaag 4 jongens van de eerste selectie mee. Tegen een uitstekende tegenstander Berkham 2, die al jarenlang bovenin meedraait. Ja, het is hartstikke mooi dat je dat soort jongens mee kan laten doen met een tweede elftal. En ja, dat het tweede elftal ook bereidwillend is om dat soort jongens een podium te geven om weer terug te keren naar het niveau wat wij graag willen.
Volgende tegenstander is Hooglanderveen. Ja, dat is heel eerlijk. Weer zo'n onbekende. Ja, ja, dat is dicht bij de IKEA geloof ik. En ja, daar blijft het een beetje bij vooralsnog. Maar nee, ja. Het netwerk is groot, dus we gaan wel weer wat informatie ophalen. Komt goed. Oké, geniet in ieder geval van de winst van vandaag. Het was, ja, uiteindelijk over de streep getrokken en dat was natuurlijk wel het belangrijkste. Ja, uiteindelijk spelen we wedstrijden om te winnen. En dan is 3 punten heel erg lekker. Na 2 wedstrijden nog steeds een 0. 4 goals gemaakt, dus veel om heel erg tevreden over te zijn. Oké, dankjewel Werner. Fijn weekend. Dat was het vanaf Sportpark De Wildzang. Napraten over de wedstrijd Nunspeet tegen Renswoude vandaag. In het voordeel van Nunspeet 1-0 en mede koploper.